Elk jaar wordt tijdens het Pinksterweekend de Europa Run georganiseerd. De Europa Run is een estafette hardloopwedstrijd die begint in Parijs en Hamburg en eindigt in Rotterdam. Iedere loper loopt om de beurt 1 kilometer. De afstand die de lopers moeten afleggen is 520 kilometer. Dit betekent dat iedere loper 65 kilometer moet lopen in ongeveer 45 uur. Dat is ruim anderhalve marathon met weinig slaap. Het team bevat 8 lopers. De lopers zijn verdeeld over 2 groepen die elkaar om de 4,5 uur aflossen. Elke loper wordt continu begeleid door 2 fietsers. Naast de lopers en de fietsers bevat het team ook sportmasseurs, een cateringteam, chauffeurs en navigatoren. De volledige opbrengst van Team 126 gaat naar de Stichting Europa Run. De Stichting Europa Run zet zich in voor het verbeteren van levensomstandigheden van kankerpatiënten. Hierbij ligt de nadruk op terminale kankerpatiënten. De stichting ondersteunt projecten van verschillende ziekenhuizen in zowel Nederland als in België, Frankrijk en Duitsland. Ook krijgen diverse instellingen ondersteuning bij het inrichten van hun afdelingen voor terminale kankerpatiënten. Daarnaast zijn er diverse hospices en inloophuizen geopend en ingericht dankzij een bijdrage van de Stichting Europa Run. Ook heeft de stichting inmiddels 14 bungalows in eigen beheer waar kankerpatiënten met hun familieleden kosteloos een weekje kunnen verblijven. Doneer nu op ons bankrekeningnummer NL 58 ABNA 0580 40 39 63 of ga naar onze site team126.nl/doneren. De Stichting Europa Run heeft een CBF-keurmerk voor goede doelen.